Lisa Delbo, op 10 om te zien. Dat moet lang geleden zijn. Ja, dat is een hele tijd geleden. Ik heb dat uitgeteld. Ik denk toen ze 20 jaar bestonden. Hebben ze nog zo'n iets gedaan waar ook weer liedjes uit de tijd van toen bij waren, de grote hits. Heb ik nog eens het kaartspel gedaan. Ik denk in 2010 is dat geweest. En wat voor herinneringen heb jij aan 10 om te zien? 10 om te zien is uiteraard altijd heel speciaal. Het is voor de artiesten heel speciaal. Maar je voelt ook aan het publiek dat zij dat net hetzelfde zo speciaal vinden als 30 jaar geleden en als 20 jaar geleden. Ja, je voelt je echt wel artiest als je hier mag zijn. Is er veel veranderd in die 30 jaar? Eigenlijk, voor mij persoonlijk, vind ik dat er niks is veranderd. Alleen de mensen die hier werken. De ploeg is jong en hip. En maar ze hebben allemaal diezelfde vibe van vroeger nog. Ze gaan ervoor. Ze animeren de mensen. De artiest naar het publiek is hetzelfde. Maar het publiek naar de artiest ook. Dus dat wat ik zeg. Dus het is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven. Maar alleen met een hele jonge versie, met allemaal mensen van tussen 20 en 30 jaar. Zeg maar, je brengt vanavond Liefde is een kaartspel, maar jij brengt ook nog altijd nieuwe nummers uit. Kan je me daar eens wat meer over vertellen? Ik breng vandaag inderdaad het kaartspel en ik breng inderdaad ook nog veel nieuw uit. Ik heb nu afgelopen mei een heel nieuw album uitgebracht, niet alleen. Met allemaal een beetje meer spirituele, religieus getinte liedjes. En dat gaat heel goed, want ik start nu op 2 september start ik mijn nieuwe kerktour Niet Alleen. En ik heb er nu voor dit jaar al 11 concerten op staan. Ja, dan komt kerst er alweer aan. Maar ik heb uiteraard ook nog een kleine dertigtal gewone optredens. Want het kaartspel, geloof mij, dat zeg ik nog heel veel. Dat zal ik nooit laten vallen. En ik heb nog heel veel gewone optredens ook, uiteraard. Hoe is dat juist? Want Liefde is een kaartspel is jouw bekendste nummer. Maar de mensen vragen daar ook nog altijd achter. Of? De mensen vragen inderdaad nog altijd naar Liefde is een kaartspel. En dan steken ze plaatjes in de lucht met 12 opgeschreven. Ze hebben nog altijd spijt dat ik niet meer punten had kunnen halen op het Songfestival. Ze leven nog altijd met mij mee, al is dat nu 26 jaar geleden.